Het boek waar ik het met jullie over wil hebben heet De Dronkenmanswandeling van de heer Mlodinov. Het is een semi-wetenschappelijk boek dat in tegenstelling tot wat de titel suggereert niet een therapeutisch boek is om van een alcoholverslaving af te raken, maar wel een soort wiskundig statistisch boek wat het heeft over een begrip in de statistiek, de dronkenmanswandeling. Dat is een volledig willekeurige wandeling. En het is eigenlijk wat het leven ook is. Het leven is helemaal niet voorbestemd, maar wel volledig bepaald door statistiek, door stom toeval eigenlijk. En toen ik dat boek las, was het zo'n danige openbaring voor mij dat ik al huppelend naar buiten liep en ineens het leven helemaal aanvaarde zoals het was. Dus ik stel voor dat u dat ook even gaat lezen. Ik schrijf het even op een receptje. Dus de heer Mlodinov, De Dronkenmanswandeling. En ik zal dan ook nog even een voorschrift geven voor een goede fles whisky die u erbij kan nuttigen. Dank u. Tot ziens.